Mettons nago even à pas qu'à foutre agenda punten. Om maar te zeggen, mijn opeer, Jacques, dat ben ik aan Hollandse. De agenda punten, dus de vereisten voor de regering. Nou, we doen even aan Hollandse. Mensen, we hebben dat je zou dat je Hollandse. Hoe gaan we verder doen met het cyanideprobleem op Brokopondo? Wat is de uitkomst van cyanide voor de mensen van mijn mensen, de mensen van Brokopondo? Hoe gaan we verder doen zonder water? Want we mogen het water van het Stuwmeer niet meer gebruiken. Van de heer Sleur is het water heel gevaarlijk voor ons. Als je baat ermee, krijg je huiduitslag. Dat kan uitmonden tot huidkanker. Je mag niet eens vaten ermee. Wat is dan de oplossing? Hoe gaan we verder? Hoe ga ik doen met mijn oudjes? Hoe doe ik met de kinderen? Ik zit met mijn haren op in mijn hoofd. Een van onze vereisten aan de regering is onmiddellijk stopzetten van het cyanide vervoer naar Brokopondo. De goudvelden aandoen en elk perceel waar er gewerkt wordt met cyanide onmiddellijk stop te zetten. Dat is een vereis van de gemeenschap van Brokopondo, de dignitarissen, de DR-leden, de assembleeleden. Onmiddellijk stopzetten met het toevoer van water vanuit het Stuwmeer naar de dorpen. En waterdistributie doen voor de mensen van Brokopondo. Wie gaat de ondernemers vergoeden van de schade wat ze gaan lijden? Gapsi, WW Johannes, is een ondernemer die heel veel opkomt voor onze jeugd. Hij heeft dus dan 2 scholen gebouwd met andere ondernemers. Als ze nu niet kunnen werken, waar gaan onze kinderen naar school? Hoe gaan ze doen? Wie gaat ze dan vergoeden? Als er na dinsdag het cyanide dat daar ligt niet wordt verwijderd, gaan we sowieso in actie. En dat betekent dat we vanaf woensdag in actie zijn. En bij onze actie gaan we dus dan de regering niet bespreken. Ons probleem is het cyanideprobleem in Brokopondo. We verzoeken de regering om per onmiddellijk de Chinezen te verwijderen die bezig zijn met cyanide bij de goudvelden. Het mag zijn Erobergi, Kwangu, Gabufe, Birudupul, Kikinegi, overal waar ze werken met cyanide. Het is een vereist van de gemeenschap van Brokopondo, de assembleeleden, de dignitarissen en de rest. Dank u. Zo. Lucien de Samissé, Golu Kuratide, Mitassien, a foto, Ntakisien, Ep, Missé, Gotte, Mateku, Tite, Fei, Golu Kou, ou Felom. Nou, ça peut être un peu de quoi il connaît. Requere, Sabia, de nous. Mette, tu veux dire, Maé, et Fouasma, Iwan, Taki, Requere, Sabin, Sei, Mette, Taki, Requere, Sabin, Sei. N'a pas vu ce président de Korkrutan, avec un hélicoptère, et qu'on a perdu, non, non. On t'a dit, mais fils de président, on y prend soin de. Yale, ane def chita, amang Sabina Tor disi, broni brosye fise prezen Sabina fiyan de Tori. Dwe kabe kwa se fote apara maribo likeri, broko le wenkiri, na makot na panga de snezi, fu time small. En na sem snezi tati, beko teki kraka, abra se fu koina konre, pe mouvro asawene, be stop amang. Ni sem snezi tati, de mi feloma wagi, me beda pe na kurutu kapi. Mon frère Savino Yagaman a taigé à trou pour à espèce il le dit au Bosnienko de Ingi. Top. So, mais son nom est Taki. Mais OK, mais dans fighter tempéré dans Bermi. On m'a nyami au Bermi top et mi effetigi pour Kopondo. We first ami, mi kobro pour Kopondo et dana mi combatte de la branche avec wa ki basu toi. Il s'habite top. So, dans mi effet Taki. Requiring a one ano in a papa DC. Baro me gura di brosoy nyong ko ilaw ko pirti sa nga mamoro at amay serunu. Ama tekmo na destinasi, 100% sa metak ama tekmo na destinasi sa bukong pa. En destinasi po le guadoro. De matiye mo na destinasi, de tiye mo na destinasi. As nesi disi, a wagi be la pelona wagi kwa foto. Siko utu deja, espek deja, de mata de nesi a wagi de sukeng. Ma a wagi kwa foto, dik ma poti be deja weti. Hai lus na ikru sana da foto nono, fadu kwa foto. Afrey afrey. Asia ni de sa konja, anu wap, anu intasi o poteng. Le fale mai kisma nga bukaina a airport. Disi na wap bigi truk. Emika taigu utaki, Wamu subibi le kere adu amau ai papa le kere sabin adenu. Eu le la bosse qui n'en a beaucoup pour nous le kere santo qui brosse la de kirunu.
Aito, dat me karbolo sma, dat komt de erestek. Dus die anasani pikisarong. Dus die huid moro pikisarong. Dat is vlekere wali, akasen soudat jana skoutu kong. Dat mette dat te mitere, dat on permi. Uno manja mene watra maite mi presi. En mene wa fighter, mene wa health bronsi. Broko pondo. Dat me wantaigu, bronsu ek sembe komiti boko pondo. Wan pepe, sembe anfika usu. Le micro côté prospère camion a hi bossé sur mes quatre tapas ya ça passe quoi non d'ici mon erreur de son de erreur bo go a axi yere dat nom est aigu e vas ko tu con espère que t'attaque a har con a sutu a man au pori dat nom est aigu dat nom est aigu requiere abo anina papa dit mec modi ben forcut à la sani asne si dati ti de micro ferme a prado sa de rei con a coina contre a dapenoro a water root mi fenomen tide mi om la fenomen yamam mi no corona a seru su sanu dere en para maribo santo ki bro sheni no denta ka ba a water fu a mer na e guasan na libaya na ifsa water kan asiani de mi no sa se mete be opo atra su mudes ma ibna sha be furtum sul be sa ifsa ma sens atelati asiani de kala c'est ici que nous sommes des signes de la vie. Nous sommes des signes de la vie. Nous sommes des de la vie. Nous sommes des signes 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 avant la gang de ma soumou d'espace, mi fos mi koboro mi koboro bronzoet, mi mana mi pa an de for orders pour uno, sa de peni pour avobaka dan de soumou uno. Ok, de ma kome kwa fourou koi gi uno da fourou koi de me djoufou etan, Amerika gi de ma monif me tekte oso gyono, moi oso patoare di sere ma kome kanga sa de meida ou, hela kanya boutou. Aïto, je suis un peu plus de temps, 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 en la gunfire hier, if the scope of the table will have gunfire, except that the Kasabi, then the gunfire and a picky and a picky saro. Plus, what the fuck are they in the oak too? What are they in our problem? That is what I do. Yeah, that's my answer. I want to come Odi. Minena Dams, Mina are inspector for Brokopondo. Before me, Beroka, Brokopondo Centrum, Leka. Dus megodoro, before me be orokona Brokopondo Centrum lek resort commandant. Maar see dat maart as 6 maart mitek abralek gewestelijk politie commandant dus mi aba hier Brokopondo. Famit nap jan onu de wansan samwa lekho eit leka new commandant fu skoutu mi de bisak fu met contact na aladeng mansang etiri a traditioneel gezag. Omdat mi fentak a traditioneel gezag na nga skoutu, de mamus mang fir den serefi en umus mang uroko makandra. Ma a edag tesan sami merit op. Here drape na bakasei, uka arti eva. A enig tesan sami merk op temek de asfra kan aan de dorpu dan te ikon futa kan aan a traditioneel gezag dat kan de net 2 of 3 mande de trasmano de. Maar mita opo omdat mi wat kan aan de man uwa bere kwa boon samenwerke. Na a tori fasia nide dan mi abe eerst over a laatste wansang finna as tumer. Abakan na mit moto jana bronsweg ere igwa Brokopondo centrum omdat dat drape mis dom. Da me kiso an bereg inwa ep pe mino de tak dema fenwa la isi liba wagi drape alasani. Se deme opatori di skoutu ja
futiri fushi bepaal de sani e fa san negobum tak skoutu kan tri op ero e fa don ondro a komsarsi ma in broko pondo ala ministere sa euroko ja in broko pondo e fa don ondro a komsarsi skoutu nagi a veiligheid mi etak bisi a moment sa ero si wan sani de ma rapporteren da a komsarsi sa mos du a opdrag mos di gwa skoutu wan bisa an of unu de melde skoutu da skoutu na kwa papira da skoutu obi euroko met betrekking tot a geval fu watra wut dimi ki sa bericht mi drai kom baka na broko pondo mi bel na nga foto of dat wish fight drai yama na iloktu mi rego lukatori mi mek foto abene net yurukba mevrouw Leijsman tak wan skoutu na wan skoutu ma mevrouw Leijsman sap ook tu tak wan wan tekort a skoutu ma ja dus if mi sen wago wama go dan mi etrafa voorbereiding tak wa ay drape mirego mi rapporteur mi bel na OM mi bel na skout wasina photo mi tegi dama tamara maten recherche fu skoutu koja fu te kasak abra on tak mi na ap no foman ma ye bakarek tak if erushi ma eru nobel skoutu eru epote inwa ep wa public ep pe wasma fu strati esene komi dame fene kwa le kwel top wanda anobu atrasan sami wa gume asi ani do problem give me want me a liba broko pondo wish me an of broko pondo ma teme liba wa presi na osomide asi ani do problem broko pondo centrum januari 2022 miki swa geval fu baslanti apistemi gota pa geval mi rokone tapu mi sende monster gwe de ma konsita a watra wat a stof no be de furu a watra be absia nida en a weta substansi sa mi teki dat be de caustic soda de ma dat broko apresi pe de ma roko de ma fruisi dat na a resultat fu a eerste onderzoek januari 2022 november de ma commissaris e seno a foto gimi vanuit ston campu en leg me uit tak alai drape alai eguina wat ara de fisi nanga de sara sara et dede mi accidentement tak mar uno man konf kon na kwa papira on dat skoutu if you naka papira mo bigi uro kon fane uta papira de mano kon mi accidentement tak uluko jimi suma abalai tangan ume wakti fia fia mi ere tak alai gwena makonia if mi tak makonia da usap suma de drape suma euroko drape mart fayari disi mi kiswa telefon tia baka fu de sansma mi sende skoutu go de ma gwa afu baka de ma teka 145 saka in basla de saka dat de na broko pondo centrum no no de san gwa om a resultat fu lapkong om dat unu euroko nanga a laboratorium fu lanti de ma tak na caustic de la hidrape on dat sane dimi taka ha officier mi sore ta kostek apuan wa e kasab ta ko e ara ken na watra ama e agresif e kostik e kisfi e kirfisi otu meneer Erland Sleur sen sd wa berek kong gi a commandant fu ja dat na meneer kemp pe ama e lahu e tak ama test a watra mar ama no fen next in a watra da ay gi an mar usabi tak umus de forsichtig ama tak ama pour un sample baka White House a sample dat absia ni da de sami wa gi an mi euroko lex ko tu jam euroko gi a people mi na euroko gi mserev if you fault wis ma ya kabel ma ya mati if im guay guako yo guako mevrouw Leijsman tak tak te skoute bellen en wat tak aan skoute dus mi onnodig mevrouw Leijsman tide uit met mange takie dan wisa no wat ik mijn telefoon baka dat in een zak my tami mati ay tami mati om dat mi euroko di eng me euroko di ala de man sans donja dat na mi euroko sami sami teki me euroko si fana 30 jaar ik ba dus mi na problem me do mi euroko
vanuit mijn ati. De samiwangu aan scoot doro altijd opo. En voor savoir ça ni ou bel. Let family ja efu bel mi mo kong. Te shi mi no kong. Dam dede no sa mi siki. Ma mo kong. En so lisi bis mi kong mi no ma fe no oplossing omdat mi de afhankelijk fu trasi. Luko no no de bij voorbeeld. Tamara de maf NCCR kong. Ni mo se kong Tamara. Mi begrijp dat a minister voor justitie nanga eten wat a minister ekong. Mami na ba yurete. We begrijp toch. Dus aan het tak tak skoutu ne woroko. Me woroko. Maar mi de afhankele fulanti na foto. Elek fama vrouw leisman bedreif mi. Anga de san sawa du. Aksi mo de del do de nanga terasani. Mi neko in conflict nanga people te de my gof de leti. Maar mi wel e verwachti fa people. Mi wel even wachten voor people en vooral des massang et charasan waka tak de mama control de people. En zolang you control you people, the people no chak edati na gaspeide, dat skoutu na problema ngay. Maar ama mensa yo bigi skoutu, yo bigi bongsan tap skoutu wel. Dan wins fami shuti. De mus berikan tak dang medenki trafasito. Des mevrouw Leisman ina programma fi. Set tous wat tous ma mek dema dat kontrol dema. Vooral dem tima sa e drink dem biri wan dema ap accidents na dema nyawa sa ni dema smoko wan sa ni. Mek dema no smoko. Mek dema no drink. Mek people kontrol dem to de bisa. Dat mi dema. Dus we zijn hier op Brunswick. Zojuist is er een vergadering beëindigd waarbij de gemeenschap van Brunswick bijeen en was gekomen om zich te buigen over het vraagstuk, het probleem dat zich nu manifesteert, dan wel voordoet in het district. Dat is de aanwezigheid van grote hoeveelheid aan cyanide, niet alleen, maar dat hun waterbronnen, ja, de cyanide heeft de meerdere waterbronnen van het district, ja, vervuild. Toch? En het is zelf bevestigd door daartoe bevoegde autoriteiten. Op 1,5 kilometer afstand van deze plek is een grote partij cyanide daar opgeslagen. En we hebben zelf begrepen dat er maar één politieagent is die daar is om de partij te bewaken. En de gemeenschap van Brokopondo, met name Brunswick, heeft in koor gezongen: wij gaan dit niet pikken, we protesteren, we eisen van de regering, ja, dat binnen redelijke termijn die partij wordt verwijderd. Eén, ja, die toevoer van leidingwater via het Blommers en via het meer, dat nu gecontamineerd is, dat die toevoer moet worden afgesloten. Ze willen dierotanks en ze willen veilig en gezond water hebben om te baden, om te koken, om te poetsen. Ja? Ja toch? En zal ik maar zeggen, voor menselijke consumptie. Ja? Zelf dieren, ja, die gebruik maken van het water, laten het leven. En dat is gevaarlijk. En zij gaan dit niet langer pikken. En ze hebben aangegeven dat ze weer in klein verband bijeenkomen. Ze gaan het actieparool niet bekendmaken. Maar als ze wachten tot uiterlijk dinsdag, er geen tastbare verbeteringen zijn, resultaten zijn, gaan ze woensdag over actie. En wat het actiemodel is, willen ze nog niet prijsgeven. Dat is het. En u hebt zelf gezien dat het moreel hoog is, toch, om aandacht te vragen voor basale rechten. Water, toegang tot water, beschikbaarheid van water is een mensenrecht. Niet voor niemandal is water verheven tot een van de 17 en duurzame ontwikkelingsdoelen. Ik heb ook begrepen dat ze de vergunningen ingetrokken willen hebben van iedereen die met cyanide werkt, dus niet alleen de Chinezen. Dus eigenlijk, kijk, we moeten het vraagstuk en de wijze waarop men tegenaan kijkt, bekijken vanuit hun en dingen, belevingswereld. Misschien hebben ze nog niet helemaal door dat
grote bedrijven zoals Newmont en Rosebel Goldmine ook gebruik maken, ja, van cyanide als hulpstof. Maar ik denk dat ze het hebben over de kleinschalige goudsector. Dus buiten Newmont en Rosebel Goldmine. En ze willen ook geïnformeerden op welke en veilige manier deze twee grote bedrijven gebruik maken van cyanide. Want dat is hun ook niet duidelijk. U bent niet de enige assembleelid hier? Alle drie de assembleeleden van Brokopondo zijn hier aanwezig. Zie daar het belang, ja, dat ze hechten aan deze vergadering. Ja, en het gevaar dat sluit voor ons als districtgenoten. Wat gaan de assembleeleden doen? Belangrijk, wij zijn de zintuigen van het volk. Ik begrijp dat morgenmiddag het parlement, zij het deel, een deel van het parlement bijeenkomt met de daarvoor in aanmerking komende en ministeries. Ja, en wat we vandaag hier hebben gehoord uit de mond van de districtgenoten, maar ook de body language, alles nemen we mee naar het parlement om bij te dragen, ja, aan, laat maar zeggen, een verantwoord besluit, ja, dat goed is voor de gemeenschap, maar ook voor Suriname. Ja. Meneer Sabina, u bent parlementariër, maar ook dorpshoofd. Is er vanuit de regering al enige statement gekomen, contact opgenomen met traditioneel gezag aan deze kant? Voor zover we hebben kunnen nagaan, nada. Ik heb begrepen vanuit de nieuwsmedia dat morgen een regeringsdelegatie het district zal aandoen. Met wie ze gaan praten, weet ik niet. Ik ben van Marshallkreek. Ik kom net van Marshallkreek. Ik heb nog geen uitnodiging gezien als traditionele gezagdrager dat we zo'n belangrijke activiteit moeten bijwonen. Misschien is die uitnodiging onderweg, I don't know. Maar belangrijk, wij vinden dat de regering te lichtvaardig gaat over deze materie. Ik kan het niet plaatsen dat een autoriteit als de leider van NCCR zegt, wij kunnen het gebied nog niet tot rampgebied verklaren, omdat wij nog bezig zijn na te gaan wat de omvang is van die cyanide. Wij hebben nog niet kunnen constateren hoeveel mensen of dieren of planten toch eraan gaan. Maar dat kan je niet maken. Toch? We zijn al laat, we zijn nu al bezig met symptoombestrijding zijn we bezig. Toch? Je moet nu kordaat optreden. Toen er sprake was van wateroverlasten, Komowijnen en Saramaka en delen van Para, heeft men die districten, zes districten, heeft men voor de duur van 6 maanden onafgebroken, toch, verklaard tot ramgebied. Nu zien we een heel groot gevaar, dreiging, en de regering doet alsof haar neus bloedt. Nee, toch, de regering neemt een laat maar waaien houding aan. En dat kan niet. Toch, wanneer we zien dat gemarginaliseerde groepen in de samenleving een bepaalde houding aannemen tegenover de regering, dan is het bewijs daar. Het heeft te maken hoe de regering haar volk bejegent. En we vragen, we roepen op dat de regering dit pad moet verlaten. Het is een groot gevaar. Ik ben vanaf vrijdag, ja, word ik platgebeld door mensen uit het buitenland, instanties uit het buitenland, die willen weten wat de situatie is in het land. Zie je niet, vandaag aan de dag, als er 3 issues zijn in de wereld die belangrijk zijn, dan het milieuvraagstuk komt in de. Als er 1 vraagstuk is, dan is het ook milieu. En wat zien we dat er gebeurt in Suriname? Een laat maar waar je houding aan. En dat kan niet. Ja, sommige mensen zeggen dat dieren en vissen al doodgaan aan de gevolgen hiervan. U bent van het district, heeft u dat kunnen opmerken? Dus kijk, we leven nu in een digitale wereld. Dus je hoort alles wat je grijpt, je relateert het aan van horen zeggen. Maar die bron zelf, je komt nooit achter die bron. Maar enkel het feit dat
die informatie gedeeld wordt en viraal gaat via social media, moet de regering serieuze aandacht daaraan besteden. Ja toch? Dus nogmaals, we zien dat, u mag zelf nagaan, elke willekeurige bewoner van Brunswijk mag je nu vragen op welke wijze en in welke mate men gebruik maakt van het leidingwater. Ze gaan zeggen, ze maken geen gebruik ervan. Ik zit in een presidentiële commissie, waar de groep Brokopondo, ik volg die appwisseling en men, wat je hoort is van nee, de CSWM heeft het beoordelen van de waterkwaliteit in Brunswijk en omgeving opgevoerd en de waterkwaliteit is oké. Ja toch? Maar dat is geen boodschap. Ze hebben geen boodschap daaraan. Wat ik begrepen heb net, dat op dit moment een delegatie van de regering samen met de DC vertoeft de Zarakreek. En dat in Zarakreek men het besluit heeft genomen om een leidingwater vanuit het Stoemeer stop te zetten. Dus in Zarakreek is dat besluit al genomen. Ja toch? Dus we hopen, nogmaals, we hopen dat de regering kordaat optreedt. Ik ben blij dat de directeur water van NH iemand is uit het district. Ik ben blij dat de directeur van SWM iemand is uit dit dorp. Dus ik hoop dat ze zullen handelen naar eer en geweten. Ik ben Dionne Dico uit het district Brokopondo. Ik ben ook woonachtig in Brunswijk. Je was zo fel, zo net. Wat zei je precies? Terecht was ik fel. Want geen enkel moeder of vader zou cyanide aan je kind geven om te eten of te drinken. Maar wij krijgen dat wel toegediend hier. Zelfs opgediend, als je het zo moet zien. Want de vissen die we eten, dat wild wat we eten, de groenten, de aardvruchten die we planten, allemaal maken gebruik van dit water. We maken onze planten nat met dit water. We baden met dit water. We wassen kleren. You name it. Alles doen we met dit water. En dan zet je cyanide nog geen 2 kilometer achter mijn huis waar ik woon. Waterwood. En vlak hier achter White House. Niet ver van het dorp vandaan. En bijna overal waar ze getest hebben, komt cyanide voor in het water en in de bodem. En nog steeds zitten die zakken met hoeveel honderden kilo's vlak daar. Anderen zijn open, anderen loost in het water. En onze drinkwaterpomp, waterleiding, is nog geen 400 meter verwijderd van de cyanide die open is en lekt. Hoeveel maanden ligt het al daar? Dat weten we niet. Weten jullie van wie het is en waarom het zo zonder enige beveiliging daar ligt? Tot nu toe hebben we gehoord dat het van Chinezen zijn. Maar de Chinezen zijn geen Surinaamse Chinezen. Het zijn Chinezen die zijn gekomen. Dus de vergunning hebben ze van de regering gehad. Van de minister, van de president, van hogere hand. En wat ik zo vreselijk vind, niemand weet hoe de cyanide daar terecht komt. Maar je hebt zulke strenge controleposten hier met agenten. Als je autopapier even niet in orde is, moet je boete betalen. En die Chinees gaat gewoon lekker voorbij met zoveel gift. Ook kaustik hebben ze daar gevonden, wat nog gevaarlijker is. Want wanneer die in contact komt met water, is het nog agressiever. En de arme burger wordt aangehouden omdat ze in de mijn van I am gold naar goud zijn gaan zoeken om te overleven. En de Chinees mag heel veel cyanide gebruiken in het gebied. En de politie houdt ze niet aan. Maar ze zijn zo streng. Hij is voorbij Klaaskreek gegaan. Hij is voorbij Brunswijk gegaan. Wat voor controle wordt er uitgeoefend? En wie zijn de agenten dan? Wat is hun taak? Wat is hun werk? Dus bij deze vinden we dat de hele regering schuldig is aan dit cyanide verspreiding en toedienen aan de bevolking van district Brokopondo. We vinden het verschrikkelijk. We vinden het heel erg. Mensen vallen dood hier. Mensen worden ziek. Kinderen gaan dood. Mensen hebben diarree. Mensen hebben braken. Heeft u dat water gezien? U heeft het gezien. Normaal water moet
schoon zijn. Ons water is groen. Het is niet dat je moet gaan gissen dat het groen is. Het is groen en er zitten vlokken erin. Dat komt gewoon uit onze kraan. De flessen zijn daar op tafel. Ik kan nu niet lopen om het te pakken. Maar het is verschrikkelijk. U zei net, mensen vallen dood neer. Zijn er al gevallen van mensen die overleden zijn aan dit gif? We hebben gevallen van mensen die plotseling zijn doodgevallen, die nog niet eens begraven is. We hebben hele gezinnen met diarree en braken. We hebben heel veel mensen met hoofdpijn op dit moment nu ziek. Kijk, dit is het water. Zou de president dit willen drinken? Wel, wij willen het wel opdienen. In het assemblée willen we het wel voor ze brengen, laten ze drinken zoals wij het hier drinken. We willen die groenten en aardvruchten en vissen die wij hier eten wel klaarmaken en voor ze opdienen daar om te eten. We zijn al zoveel dagen verder dat dit actueel is en nog geen beweging vanuit de regering. Ze gaan in beraad. Ze zijn bezig. Wel, als zij geen moeite maken om die cyanide te komen halen en hun koolstik, brengen wij het naar de stad. En wanneer wij het gaan brengen, moet er geen controlepost zijn. Precies zoals er geen controlepost was toen het naar binnen kwam, moeten ze ons rustig laten om het te brengen. Dan brengen we het naar assemblée voor ze. Dan laat de president en zijn DNA-leden en zijn ministers kijken wat ze ermee gaan doen. Maar hier hebben we het niet nodig. En dit is onmenswaardig. We hebben het al zo moeilijk in het land en dan geef je ons ook nog cyanide om te drinken. En één ding wil ik zeggen. Mensen gaan in actie gaan, misschien ik niet, want ik ben moe om in actie te gaan. Ze hebben die Indianen daar doodgemaakt, maar hier in Brokopondo wordt niemand vermoord. We gaan opkomen voor onze rechten. Want als zij geen cyanide drinken, moeten ze ons dat niet geven om te drinken en te eten. En by the way, dezezelfde stuwmeer stroomt langs de Suriname rivier. Het stroomt langs de Suriname rivier. Dit is weer een andere fles met water. Kijk toe. Honden gaan dood, doksen gaan dood, kippen gaan dood. Zijn er geen mensen dood gegaan? Ze vergeten dat ditzelfde water stroomt door Paramaribo. Ze denken dat ze ons alleen vernietigen, maar ze vernietigen zichzelf ook. Maar er is een allerhoogste God die alles ziet en alles weet. En ze hebben water geloosd om ons te vernietigen hier. Het is niet gelukt. Nu doen ze het met cyanide. Nu straft God ze om hun vuile was buiten te zetten. De hele wereld ziet dit. En ik hoop dat er mensen zijn buiten Suriname die luisteren en kijken. Vertalen jullie dit in het Engels. Laat de wereld het lezen. Laten ze het zien. Laten ze het horen. Wij hebben hulp nodig. Maar wij gaan alvast beginnen te vechten. Ze hebben een ultimatum. Als ze niet komen, gaan wij het zelf voor ze brengen. Mijn naam is Finky Rodesia. Ik ben van district Brokopondo. Ik woon op Bronsweg. Hier ben ik geboren en getogen. Oké? Okay? Ik kom vandaag om even te praten. En het gaat niet goed met ons hier. Het gaat niet goed hier met ons in het district Brokopondo. Het gaat helemaal niet. Omtrent het cyanide gedoe, het gaat niet, mensen. En mi wan tegi unu lekker hering taki. Anego omtrent, anego nomo tak na Brokopondo nomo olei aschade. Want aliba disipe ai stroom go. Laten we even wijsheid gebruiken, maar ik gebruik uw verstand. Dat die foto, om abi voor mek moeite, voor konja, voor feta feti, die selectie naar pti makandra, zei de mitak zo. Omdat aliba net aan een pressie aistrome, en pe un denk aistrome, gewoon sabi pe. Dus dat want dat die a probleem voor nu ja, baka want to tentu on firen da pe. Dus voor assam afisipori, un komek u bigi luku sana oplossing sa u kachari. Dengan nama pci oplosing, fuchar diru tengku nanga prati dringi water nama pci oplosing. Ma fo hulang hamen water for ons brengen van waar uit gaan men met het water komen. Come on. We hebben onze rivier, dus u mag meer gebruik voor a rivier voor nu sawi abi. FTDD, u no mag niet aan de visie moro, u no mag niet aan meti moro. Wat gaan we eten?
En ik was in de Europa zo diep in de grond. Los, wat about this massa en prani grond? Want atten diri nono zo dan het accent ook is er betegen tak me kugo prani. Dat die de dee epa tak kugo prani, maar lukus aip sana boudam funu fa wo prani. Want as in de gevallig morolek akwek. Sami wan tak mek regering oppo. Ef ano oppo wisre fo oppo. En meka oppo eenmaal ayere oestengba. Meka kon mek mooi de takide ruim ala de sneesi op nanga de sina nido fudeng. Mino sape de psa nanga de sina nido koja. Fusaide mino takso. Want i apu me posto posto fusko to post. Ma tok de sina nido ano wap chisaka san lek drugs. De ibo gwatra kondre iwan kon gudu om dat akondre fasi. Da iwan gok om nanga drugs na trakondre. Vi bai wan saka leisi ano dat ef in de plas. Asina nido na bigi truck de charing. Ma a drugs na sluipe he sluipe. Death of life. Vi break pay mgo. Ma asina nido aye de eshi. En regering de op de hoogte, want aan het idee de jasandi sepsa. Regering, achifi in dat na volk, dus na jong opoteki pressie. We hebben kinderen hier, er is scholen hier. Ef asandi sepsa, te depti fuguas corona, sapsa de dringi, we abif tap de scoro. Come on, kinderen worden ziek. Jullie moeten ook naar Poli gaan om te interviewen. Voor actie om een bere, atinanga diaretje eko. Ik heb een peuter van 39 kinderen. Laatst om een 15 tien om mooi kwast koro. Mens de essiki. Kom on. Jullie moeten opkomen regering. Een draai aan u. Een parabotro te afasi. Want we no meti. We libisma. Mi wan roep de Indian ook to make de bondru kona wan anga sana buba. Make de bondru kona wan anga black skin. Want de ingi nanga de Hindustani nanga de black man na de beta ooit na busi en losi sana udu fire de nyang. Wet buba no sab dati. Dat wan tak na unu mo bondu ko na wan fuli geri fu kis uwini. Dat was het. Dank u. Ja, mevrouw Leidsman. De vergadering is afgelopen, maar u heeft ons nog wat te vertellen. Wat heb ik nog te vertellen? Ik wil alleen nog onze vereisten duidelijk maken voor de overheid. En dat is dat er per onmiddellijk het cyanide wordt verwijderd vanuit het stuwmeer naast Waterwoud. Dat de Chinezen die bezig zijn met het delven van goud bij het stuwmeer of elders, want je hebt Kwabufe, je hebt Kwangu, je hebt Tumukamau, je hebt Erobergi, Kikinegi, overal, dat de regering dus dan bij de goudvelden gaat en dat identificeert, zodat ze de mensen ook kunnen verwijderen. Dat is 2. 3, we vereisten van de overheid dat ze dus dan die roadtanks brengen voor de mensen van het gebied, want we kunnen het water niet gebruiken. SWM die beweert dat er 0,0% cyanide in het water zit, maar als je dus dan hoort van, je moet voorzichtig zijn. Er is er geen cyanide in het water, maar je moet voorzichtig zijn. Dan kijk ik dus dan zo vreemd. Ze willen gewoon de cijfers niet vrijgeven, omdat ze dus aan twijfelen voor internationaal, om internationaal berecht te worden. Maar we gaan dus dan internationaal met dit. Dit is mijn bewijs. Ik ga internationaal hiermee. Ik heb bewijzen. En als ik zeg dat ik internationaal hiermee ga, dat betekent dat ik dit materiaal ga sturen naar buitenlandse organisatie om te laten testen. We vereisten van de regering dat ze dus dan een internationaal laboratorium stuurt om het water te testen. Als zij de cijfers nu vrij willen geven, gaan we iets anders doen. En dat is een van onze vereisten. We vereisten van de regering dat de toevoer van water vanuit het stuwmeer per onmiddellijk wordt stopgezet. En alle vergunningen die ze hebben afgegeven aan Chinezen of aan iemand anders, het zijn tijdelijk of permanent, dat ze die intrekken. Want het schaadt gewoon de gezondheid van de mensen van Brokopondo. Het is niet alleen van Brunswick, maar van Brokopondo. We leven in angst. Ik kan mijn dochtertje niet sturen om water te gaan halen bij de kraan. Want ik weet niet wat erin zit. We hebben video's online gezien. We hebben mensen ook horen praten over huisdieren die dood zijn. Kippen doksen, hun groenten aanplant. Zijn er ook gevallen van mensen die intussen overleden zijn hieraan? Want iemand maakte die opmerking net. Nee, ik heb nog niet gehoord dat er mensen overleden zijn eraan. Maar er zijn heel veel diarree en braken gevallen in het dorp. Je weet niet als dat de oorzaak is. U heeft net een groep voorgesteld aan het publiek. Wat voor groep is dat? Is dat een speciale werkgroep, commissie? Dat zijn dus dan de rangers. De rangers zijn pas geslaagd. Ze zijn getraind geworden door ACT als boswachter. Om dus dan bepaalde problemen in het natuur te identificeren. En dat door te vrij te geven aan de,
aan de mensen. En nadat de rangers hun eerste training hebben gevolgd, heeft een van de rangers dat van cyanide bekendgemaakt. Zo is het dus aan dit? Ja. Hij heeft dus dan video's voor me gestuurd van het water, dat hij dat gezien heeft. Heb ik dus dan gestuurd voor mensen, gepost en toen zeiden de mensen van hey, het is cyanide, er is cyanide in het water. Dus we vereisten van de overheid, als OGS gaat, laat OGS dus dan niet alleen gaan naar gebieden waarvan ze weten van de mensen die daar werken, we hebben geen aandelen daarin, maar laten ze dus dan naar alle gebieden gaan waar ze weten dat er gewerkt wordt met cyanide. Want dat ding is gewoon gevaarlijk. Jullie gaan in actie, hebben jullie aangekondigd? Ja. We gaan na dinsdag in actie als we niks zien, als de overheid niks doet. Gaan we na dinsdag zeker in actie. Onze actiemodel kan ik nog niet vrijgeven, maar er wordt wel een actie gevoerd. Ja. En als de overheid denkt van dat alleen Brokopondo hieraan gaat sterven, hebben ze het glad mis. Het is heel Suriname, want het water van de Stuwmeer stroomt door naar de Suriname rivier. En dat gaat ook door Para en overal. Dus laat de overheid erop toezien dat Suriname niet uitsterft tijdens dit regeerperiode. Met de Y of met de J? J. Is die plek ver van je? Oké, we gaan deze stream beëindigen.